Hoi, ik ben Jolien. Ik ga jullie proberen mee te nemen in mijn leven als topsporter. Ik heb net de was gedaan, want we zijn net terug uit China. Hier voornamelijk bikinis, leggings voor het koude weer. Ik ga me nog even opmaken. En dan rijd ik naar Harderwijk, want daar woont mijn vriendje. Make-up zit erop. Maakt de video gelijk wat aantrekkelijker, hoop ik. Ik ga nu even de was op afhalen eigenlijk. Ik hoop dat het droog is. En dan ga ik nog even eten en dan ga ik. Nou, ik zit eindelijk in de auto. Ik ga nu rijden naar Harderwijk. Dus zie jullie daar. Vandaag is het Koningsdag. Gisteren hebben we een leuke avond gehad in de stad eventjes. Wat gedronken en nu gaan we even in de stad lopen rondkijken. We zijn eigenlijk de hele dag in de stad geweest. En nu zitten we lekker India's te eten. Het is nu zaterdagochtend. En het is 7 uur. Dus het is best wel vroeg. Maar ik ging gisteren lekker op tijd naar bed. Dus ik voel me prima. Gisteren leuke Koningsdag gehad. Maar nu dus gewoon trainen. We zijn nu op Schiphol met Sanne en Belle, de fysio. En gisteren heb ik na de training nog even mijn kop gepakt. En we vliegen zo naar Turkije. Het is 6:30. We spelen vandaag om 9:30 de eerste wedstrijd en we spelen tegen Slowakije. We zitten weer in de taxi en we hebben zojuist tegen Australië gespeeld. 2-0 gewonnen. Dat betekent dat we in de kwartfinale staan. Dus dat is lekker. Die spelen we al best wel snel weer, dus we hebben besloten om even hier in de buurt bij een restaurantje wat te gaan eten. Ik ben net weer in de hotelkamer en we hebben de kwartfinale verloren. Dus dat is echt ontzettend balen. Oh ja, ik zei het was gisteren nog wel even flink balen na de wedstrijd. Maar uiteindelijk hebben we ons doel gehaald. Dus daar zijn we wel blij mee. Maar we zijn vooral heel hongerig naar meer. We vliegen zo naar huis. Dan hebben we even één dagje thuis om te herstellen. En dinsdag vliegen we weer naar Luzern.